Overdrieven is ook een kunst. Volgens een bericht in diverse media zou in Linn een vrouw door een hekwerk gespiest zijn. Dat was gelukkig niet het geval, maar vervelend was het wel. De hulpdiensten werden dinsdagavond met spoed naar Linn gestuurd. Een vrouw was over het hekwerk van de veurtuin gesprongen en was tot bij ten val gekomen. Daarbij was ze met het been tussen de spielen van het hek vast komen te zitten. En dus werden politie, ambulance en de brandweer naar de Joinerstraat in Linn gestuurd. Met hulp van de brandweer lukte het om de vrouw weer te bevrijden. Ze is gewond geraakt aan het been en is overgebracht naar het ziekenhuis. Nadat de wond in het been gehecht was, kon ze weer naar huis.